Bram van Dijk, geplaatst ja. voor de Mode Super series. Ja. Voor is gegooid afgelopen jaar. Ja, klopt. Dat was eigenlijk weer een beetje de weg terug. Ja, dat was een uh, mooie ervaring. En uh, ja, daar dat pakt niemand mee af. En het is altijd een eer om gevraagd te worden voor het Nederlands team. En uh, ja, ik heb ervan genoten. En het is ervaring. En gewoon, uh, ja, mooi om mee te nemen. Je, je bent een tijdje een beetje... Weg geweest, afwezig. Ja. Wat was daar de reden van? Nou, um, ja. Ja, misschien niet de intentie om een uh, groot toernooi te gooien. Even rustiger aan doen. Maar uh, ik heb alles weer opgepakt. En uh, ik ga er weer vol voor. Dus. Ja, en op een goede manier. Ja. Want je mag naar Engeland toe, naar Portsmouth. Ja, twee keer. Twee keer. Kijk je daarnaar uit? Ja, tuurlijk. Daar is... Uh, ik ging hier aan meedoen en het doel was één keer te plaatsen en uh, ja, ik heb me nu twee keer geplaatst dat is fantastisch. Dat is ja, meer, dan, uh, meer dan mooi, dus uh, niks te klagen. Ga je naar Q-School toe? Nee, ik heb binnen de week van Q-School uh, staak op de moord, dus bewust. Ja, ik ging naar Q-School gooien. Ik kom me uh, dit jaar focussen op de WDF en het uh, jaar erop uh, ...is de bedoeling uh, om naar Q-School te gaan. WDF in combinatie met Development tours of alleen ja. WDF? Nee, WDF en Development Tours. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, voor komend jaar het doel. Dus... Het doel? Dat is het doel, grote doel Lakeside, lijkt mij. Ja, dat is, uh, ja, dat is het uh, grote doel. Maar uh, ja, het zal mooi zijn om dat binnen alweer twee jaar te lukken. Maar ik ga mijn best doen. Kan ook binnen een jaar met deze pagro, Ga je meteen naar die grote toernooien toe? Dat is de bedoeling, dan moet ik even met mijn manager over hebben en uh, dan gaan we kijken wat het wordt. Jij ja, gaat naar een groot podium toe, niet heel veel ervaring op, dan zijn de eerste paar dagen zonder publiek. Ja. De gaat dat uh, je natuurlijk de zaterdag haal. Ja. Vind je dat spannend of kijk je er een beetje of tegenop is het misschien verkeerd gezegd? Maar... Nou, ik vind het toch wel mooi om dan uh, op het podium te spelen en uh, ik hoop dat ik kan laten zien waar ik kan. Goed, dankjewel, veel succes. Geen dankjewel.